verdedigt tot op heden een ongeslagen status in de wereldbekerwedstrijden 500 meter. 5 keer was hij de beste. 63 overwinningen in totaal, waarvan 45 op de 500 meter. Daar staat een aardige auto te wachten voor het geval dat hier een wereldrecord wordt gereden. Op welke afstand dan ook. Dat zal op de 500 meter niet gebeuren. Wotherspoon is al houder van dat wereldrecord met 34.03. Maar dat is een tijd die hier in Haalmaar onmogelijk is. En als het niet zo is, dan mag Wotherspoon dat bewijzen. 9.59 is een goede opening voor de Canadees. Nagashima heeft het nakijken. Hier komt de 64ste wereldbekeroverwinning van Wotherspoon aan. De zesde op rij voor Wotherspoon dit seizoen op de 500 meter. 34-33, alweer een baanrecord. Wat een tijd. Laaglandrecord. 34-33. Zo snel is er nog nooit gereden op zeeniveau. Het is en blijft een fenomeen. Liet het een week geleden liggen. Misschien wel op die 500 meter tegen Jan Bos. Enigszins geschrokken door de val van Bos. Liet het daarna liggen op de afsluitende 1000 meter. Kyuuk Lee greep zijn kans. Maar op de 500 meter blijft hij toch ongenaakbaar, deze Wotherspoon. Hij wint weer. Wotherspoon, nieuw baanrecord. 34-31, 64ste wereldbekerzege. De Koreaan Moon op plaats 2, dan Poutala. Allemaal onder de 35 seconden. Beste Nederlanders, spreken.